De ANWB noemt de brandstoftekorten in Frankrijk nijpend. En de bond waarschuwt vooral dieselrijders die naar Frankrijk gaan om hun reis goed te plannen. Laten we kijken naar een kaart van Frankrijk. De donkerst gekleurde departementen rond Parijs in het westen bij Nantes, daar zit ruim 80% van de tankstations zonder of met nog maar weinig brandstof. In totaal heeft meer dan de helft van de tankstations problemen. Langs de snelwegen is de situatie nog redelijk, maar daarbuiten worden de tekorten gevoeld, zoals hier in Parijs. Très embêtant pour nous, surtout pour moi en fait, mon par rapport à mon métier, parce que j'ai souvent besoin de mettre de l'essence et c'est super chiant parce que du coup on va chercher un peu partout. Donc voilà, c'est ça qui est très embêtant. Puis on panique les gens, parce qu'il doit y en avoir quand même un peu de l'essence. Donc voilà, un peu trop. Oui. Bij veel tankstations mag je maar een beperkt aantal liters tanken en mag je ook geen jerrycans vullen. De tekorten zijn ontstaan door de stakingen en blokkades bij de raffinaderijen. De stakers protesteren tegen een nieuwe wet die volgens hen de rechten van de werknemers inperkt. President Hollande wil ondanks de acties daar toch aan vasthouden. C'est en France qu'on a le meilleur droit du travail. Et je ne vais pas ici le mettre en pièce. Au contraire, je fais en sorte que ce soit un droit du travail équilibré. Als de stakers hun blokkades niet opheffen, wil Hollande de raffinaderijen desnoods met geweld ontzetten. Hier bij Nantes staat de oproerpolitie al klaar.